Ik heb echt geen idee. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Oh, what the fuck. Ja, onmerkelijk. Ik moet het hebben van het aanvallen. Maar ja, dan soms ben je niet zelfverzekerd genoeg om dat te doen. Dus hij geeft daar wel heel veel tips in. En andersom, ja. Ja, we zijn gewoon twee verschillende type renners eigenlijk. Iels is veel meer aanvallend dan ik. En ik ben iets meer explosief en voor de sprint. Ja, ik kreeg volgens mij op mijn verjaardag, op mijn 7e, kreeg ik een helm. En vanaf toen was het een beetje met papa mee het bos in. En ik denk dat ik 8, 9 was toen ik mijn eerste wielrenfiets kreeg. En vanaf toen was het de wedstrijdjes langs en met de zwaluwen op de training. Ja, want je hebt in Almelo getraind bij de club. Ja, bij de zwaluwen. Maar was het voor jou meteen duidelijk van ik wil niet op voetbal, ik wil niet op voetbal of handbal, ik wil fietsen? Nou, ik heb altijd wel gevoetbald toen ik jong was. Maar toen ik eenmaal begon met wielrentraining, toen was het moeilijk om mij in de voetbalkleding naar de voetbal te krijgen. Wanneer werd duidelijk dat jij goed was in fietsen? Bij de jeugd deed ik wel redelijk mee, maar toen bleef ik een beetje achterin in mijn groei. En eigenlijk vanaf de junioren trok dat weer meer gelijk. En toen was het ook mee met de nationale selectie. Dus toen had ik zelf wel door dat er wel misschien meer in zat dan op dat niveau blijven en dat ik kon doorgroeien naar een prof. Ik was denk ik 9, 10 jaar. Ik zat eerst op turnen en toen ging Rick fietsen. Dus toen wou ik dat ook wel heel graag. En toen ging ik eerst naar de turntraining en omkleden in de kleedkamer naar de wielentraining op de maandag. En toen was de wedstrijd echt gewoon voor de lol van met vriendinnen spelen en zo. En toen vanaf de nieuwelingen junioren werd het wat serieuzer, want toen werd ik ook opgepikt door APB. En, wat is dat? Dat was een ploeg van de junioren. Daar is eigenlijk deze ploeg ook uitgegroeid. Ja, vanaf toen werd het serieus en toen werd ik daar Europees kampioen. Ja, want jij hebt ook afgelopen jaar een heel goed jaar gehad. Ja, dat ging ook heel goed, ja. Ja, want 4 jaar geleden was het dan bij de junioren Europees gelukt. Kampioen, en dan nu dit jaar bij de U23. Ja, onmerkelijk. Ik heb echt geen idee. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Oh, what the fuck. Ja, want bij de dames is het eigenlijk een beetje een nadeel dat... je was 19, dan ga je over bij de dames. En dan heb je eigenlijk geen categorie daartussen. Dus je gaat meteen met de wereldtop mee. Ja, en als je dan zo jong bent, dan is het gewoon lastig om jezelf direct te onderscheiden. En daarom was dat EK natuurlijk mooi. Want dat was een van de weinige wedstrijden dit jaar waar je dan eigenlijk op je eigen niveau rijdt. Zelfde leeftijdsgroep. En dan zie je dus echt hoe de verhoudingen liggen. Dus dat was wel heel gaaf. Ja, was echt heel mooi. Ben jij dan trots? Ja, zeker. Ja, ik was zelf in Luxemburg en ik had eigenlijk een hele slechte dag daar. En ik kom over de finish en ik kom een verzorger tegen die ik ken. En die zei van, Ilse is Europees kampioen. Het is Ilse Pluimers. Ilse Pluimers, bezig aan de laatste meters en ze gaat hier winnen. Kijk eens, wat een mooie overwinning dit voor Nederland. Ilse Pluimers wint. Ik wist dat ze wel ambitie had daar, maar ze had zelf ook niet direct verwacht. En ik had ook niet direct verwacht dat ze daar met de titel aan de haal ging. Dus het was natuurlijk wel heel gaaf om te horen. En ja, dat maakte mijn dag wel weer goed, zeker. Vond het eigenlijk jammer dat ik er niet bij was. Ja, want iedereen was er behalve Rick. Want hoeveel zijn jullie samen? Nou, dit seizoen voor het eerst echt heel weinig. Want Rick is vooral heel veel weg. Vaak als hij terugkomt, ben ik weg. Dus soms hebben we elkaar 3 maanden bijna niet gezien. Ja. En leren jullie veel van elkaar? Ik denk vooral van Rick. Andersom wat minder. Maar voor de wedstrijd geeft Rick ook gewoon heel veel tips. Want hij, als iemand koers in zicht heeft, dan is het Rick. Ja? En ik koers soms nogal dom. Dan zit ik gewoon op kop te rijden. Ik moet het hebben van het aanvallen. Maar ja, dan soms ben je niet zelfverzekerd genoeg om dat te doen. Dus hij geeft daar wel heel veel tips in. En andersom, ja, ik kan hem wel tips geven, maar... Ja, we zijn gewoon twee verschillende type renners eigenlijk. Ilse is veel meer aanvallend dan ik. En ik ben iets meer explosief en voor de sprint. Praten jullie ook veel over de sport? Ja, wel best wel veel, ja. Het is niet dat het alleen maar over sport gaat hier thuis. Maar met Rick wel. De laatste jaren appen we ook veel meer. Dat was eerst ook niet echt. En nu elke wedstrijd stuurt hij eigenlijk wel een berichtje of zo. Ja. Dus ja, dat wel. Maar jullie ouders fietsen ook. Jullie opa heeft succesvol gefietst. Ja, het zit echt in de familie. Het is natuurlijk begonnen bij opa. Die is Nederlands kampioen geworden. 2 keer zelfs. Bij de amateurs. Ja. En toen mijn ouders hebben elkaar leren kennen daar. Maar het gaat bij jullie heel ver, want jouw vriend is ook gerelateerd aan het fietsen. Ja, die ook. Ja, want wat doet hij? Hij is mechanieker bij Jumbo. Dus hij maakt de fietsen. Dus voor ons is dat heel handig hier thuis. De fietsen worden gepoetst en zo. Dus ja, dat is allemaal in het wielerwereldje waar je dat leert kennen.
Jullie trainen natuurlijk op de fiets. Wat doen jullie nog meer? Ja, in de sportschool staan we ook in de winter vooral. Twee keer in de week meestal een uur. En dan is het vooral crossability, maar ook een paar squats en dat soort dingen om toch de spieren op te bouwen. En dat is dan voornamelijk in de winter, omdat je, je kan er best wel spierpijn van krijgen natuurlijk. En dat is tijdens de wedstrijd natuurlijk niet ideaal. Dus in de winter is vooral veel opbouwen van kracht en daar ook tijd aan besteden. Maar niet te veel kracht, want... Dan krijg je te veel spieren en dan word je te zwaar eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus we doen ook niet met veel gewichten. Het is vooral veel herhalingen. Ja, en als je echt zwaar aan de gewichten, dan bouw je natuurlijk veel spiermassa op. En spieren zijn zwaar in principe. En dat is voor het fietsen natuurlijk niet het meest ideaal. Dus je moet daar de goede balans in vinden om kracht op te doen, maar daarbij niet te veel gewicht aan te komen. Als je kijkt naar Rick, we hebben het al even een beetje benoemd. Wat is zijn kracht en wat gun je hem nog? Ja, zijn kracht is dus dat koersinzicht. En dat, hij heeft echt die punch, die laatste harde, korte klimmetjes, dat soort dingen. Dat dus, hij heeft heel veel power daarvoor. En ja, wat gun ik hem? Ja. Nou, ik hoop dat hij ooit een keer een truitje krijgt. En als je dan heel groot gaat dromen dat hij op de Olympische Spelen of zo staat, dat zou ik hem wel gunnen. Is dat ook wat je wil? Is dat je doel? Ja, dat zijn grote doelen, ja. Grote dromen. Jullie doen het fulltime? Ja. Jullie gaan hem niet stoppen? Nee. Dat is niet de bedoeling, nee. Nee. Gelukkig gaan we volgende week naar Spanje.